Hallo, welkom bij Chicks in the City. Leuk dat je luistert naar Chicks in the City Radio. Natasha Morales en ik heb Chicks in the City bedacht en ontwikkeld 15 jaar geleden. En dat is een meidenparticipatie radioproject voor jonge meiden in de leeftijd 15-25. Chicks in the City is een, eigenlijk een mediaproject waar we dus verschillende mediaprojecten met meiden doen. Onder andere radio. En wat ik met die meiden doe is eigenlijk zorgen dat zij een stem krijgen. Dus zorgen dat zij zelf een radio maken. Dus we maken echt radio voor en door meiden in de leeftijd 15-25. Meiden mogen zelf de onderwerpen aandragen, gasten benaderen. Zelf regie voeren, zelf techniek doen, zelf presenteren, zelf radioreportages maken, vlogs maken, posts voor de websites maken. Eigenlijk alles. En daarin begeleid ik hen. Dus zorg ik dat ze de juiste skills onder de knie krijgen om dat ook echt te kunnen gaan doen. En ben ik een beetje hun coach. Ja, met Chicks in the City richt ik mij voornamelijk op meiden die niet echt makkelijk toegang weten te vinden op dit soort projecten in de stad. Maar niet alleen maar. Ik vind het belangrijk om de diversiteit erin te houden. Dus juist die diversiteit versterkt, vind ik. Dus heel veel verschillende soorten meiden doen er mee aan Chicks in the City. Van hoog opgeleid tot laag opgeleid. En naast dat ze heel veel van elkaar leren, leren ze ook heel veel door de onderwerpen die we met elkaar bespreken. Die vaak ook sociaal-maatschappelijk zijn. Hè? Onderwerpen die ze normaal gesproken misschien niet zo snel zelf zullen aankaarten of wat moeilijk voor ze is. Daar komen ze mee in aanraking. Maar ook moet je denken aan de gasten. Ze komen met hele toffe gasten in aanraking waar ze normaal niet mee in aanraking zouden komen. Daarmee kunnen ze netwerken. Hun netwerk wordt heel erg verbreed eigenlijk. Op hele jonge leeftijd kan je echt al een heel goed netwerk opbouwen bij Chicks in the City. Dus al dat soort dingen spelen wel echt een rol bij het meedoen aan Chicks in the City. En verrijkt echt hun visie op de wereld en het samen zijn. Ja. Chicks in the City is op veel verschillende vlakken heel erg leerzaam voor die meiden. Natuurlijk alles op het gebied van radio en media maken. Voor veel meiden is het ook een opstapje richting het bedrijfsleven of een baan in de media. Maar voor heel veel meiden is het ook gewoon een flinke stap vooruit in zelfvertrouwen, in zelfredzaam zijn. Ze leren heel veel dingen die je niet uit boekjes kunt leren, zeg ik altijd. Dus dan moet je denken aan afspraken nakomen, vergaderingen bijwonen, aan meedoen. Participeren, naar elkaar luisteren, respect hebben voor elkaar. Eigenlijk alle dingen die je pas leert als je ergens echt gaat werken. Wat natuurlijk vaak veel later gebeurt als je jong bent. Dat leren ze eigenlijk spelenderwijs bij Chicks in the City. Ik vind het altijd wel belangrijk om onderwerpen aan te snijden die prikkelen, die mensen uit hun comfortzone haalt misschien, die mensen doen laten nadenken. Dus inderdaad, we hebben het wel eens over LHBT-jongeren. Dat is niet voor alle jongeren even gemakkelijk onderwerp om over te praten. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er over gepraat wordt. En wat je dan ziet is dat de meiden daar vooraf een heel ander beeld bij hadden. Of dat ze hebben na zo'n show. Omdat ze dan ineens met iemand zitten die geboren is als jongen, maar nu een meisje is. Daar kunnen ze zich dan vooraf helemaal niks bij voorstellen. En dan praten ze met zo'n dame. En dan hebben ze zo, oh, maar dat is ook gewoon een mens. En dat meisje vindt ook gewoon die en die haarspray leuk en kijk naar dat en dat op Netflix en oh, dat is best wel zoals wij eigenlijk. Ik vind het leuk om te zien dat daar heel erg verschillend op wordt gereageerd en dat het ook door de show zo is dat beeld wordt, beeld positief veranderd. Ik werkte heel lang geleden als jongerenwerker, maar dan voor meiden, dus meidenwerker. En ik merkte dat er eigenlijk niet zoveel te doen was voor meiden in het jongerenwerk. Al het jongerenwerk is vooral gericht op jongens, omdat die opvallen. En meiden zijn natuurlijk een beetje de vergeten doelgroep. Dus meiden, daar gaat het best wel goed mee, dat zal allemaal wel. Maar daar gebeurt natuurlijk ook heel erg veel, alleen het is onzichtbaar. Het is vooral een onzichtbare groep. En wat er voor meiden te doen was, was eigenlijk, vond ik, heel knullig. Namelijk voornamelijk koekjes eten en thee drinken op een vrijdagmiddag, praatclubjes. Nou vond ik dat praatclubje wel interessant. En ik dacht, er wordt veel gepraat, meiden vinden dat fijn. Maar ik dacht wel, van dat moet toch toffer kunnen. En toen bedacht ik me van, volgens mij, dat praten combineren, maar dan met iets tofs, iets waar je als meisje bij wil horen, dat moet toch kunnen. En zou ik geen radio kunnen maken met die meiden? Nou, dat heb ik met ze overlegd, vonden ze geweldig. En
ja, dat ben ik toen maar gewoon gaan doen. En zo is eigenlijk Chicks in the City ontstaan. Dus eigenlijk vanuit het jongerenwerk. En waarom ik het zelf goed kan vinden met die meiden, is omdat Chicks in the City echt is bedacht vanuit het idee van wat had ik nodig gehad toen ik die leeftijd was, hè? 15, 16. Ik kom zelf uit een moeilijke gezinssituatie toen ik jong was. Mijn ouders zijn vroeger waren heel erg verslaafd en ja, met alle problemen van dien. Dus ik weet hoe het is om ja, in een moeilijke thuissituatie op te groeien en niet echt een role model te hebben of ja, behoefte te hebben aan een plek waar je gehoord wordt, waar je je stem kan laten horen, waar je kunt praten, waar je jezelf kunt zijn, waar je vriendinnen kunt hebben, maar ook waar je succesmomenten kunt ervaren. Dat is vooral heel belangrijk. En dat, daar is Chicks in the City helemaal op gefocust. Gewoon kleine succesmomenten ervaren. Of je nou heel goed bent of minder goed bent, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik zorg ervoor dat alle meisjes van alle niveaus succesmomenten kunnen ervaren bij Chicks in the City. Dus ja, ik heb het echt bedacht van het idee van wat had ik nodig gehad, hè, vanuit een moeilijke jeugd zijnde. En ja, daar is Chicks in the City helemaal op bedacht. En daarom denk ik dat ik heel goed aansluit bij die meiden. Ik voel gewoon precies aan ja, uit wat voor soort situatie een meisje komt. Zonder dat ik daar eigenlijk iets over hoef te vragen of te vertellen. Of een soort onzichtbaar. Ja. Nou ja, het grappige is dat in het begin vooral mannen zoiets hadden van, nou, meidenradio, dat werkt niet. Het gaat niet werken, dat tas, geef het op, ga het vooral niet proberen. Ja, uiteindelijk gebleken is dat het wel werkt, want ik zit er gewoon al 15 jaar. En we hebben best wel wat toffe dingen mogen bereiken met elkaar. Ik heb hiervoor 4,5 jaar bij Phonix gezeten, radiozender, jongerenzender Phonix. Daar heb ik een documentaire gemaakt over de meiden van Chica Radio. Dat heette voorheen Chica Radio, Chicks in the City. Nou, die documentaire is uitgezonden geweest op RTV Rijnmond. En die heeft meer dan 1 miljoen kijkers getrokken. Dus dat was de hoogste kijkcijfers ooit van qua documentaire hier bij Rijnmond. Dat was echt heel bijzonder. Toen zijn we kort daarna ook genomineerd geweest voor de Aardig Onderweg Awards. En ook nog genomineerd geweest voor de NL Awards. Dat ook een prestigieuze prijs is voor documentaire. Dus best wel toffe dingen mogen doen en natuurlijk gewoon 15 jaar lang hele mooie radio mogen maken met echt toffe gasten, ook internationale toffe gasten, weet je wel. En Danielle van Grondelle die gewoon een supermodel, plus-size supermodel is, tot Karel Emerald die natuurlijk ook wereldwijd bekend is. Dus ja, ik ben wel heel erg blij met wat we doen. Ja. Leuk dat je luistert naar Chicks and the City, radio gemaakt door meiden. De meiden die meedoen zijn, nou, we zitten met ongeveer 25 meiden bij Chicks and the City. En ja, het roleert, hè. Dus iedere week presenteren er 2 chicks met mij mee. En zijn er 2 meiden die meedoen aan de regie en techniek. Chicks and the City.